Wat is er nodig om een vliegtuig te laten opstijgen? 50 ton aluminium. Ruim 150 kilometer bedrading. Duizenden technici. Zo'n 1200 leveranciers. 3 miljoen e-mails. 27.000 e-business transacties. En één krachtige e-business oplossing om het geheel van de grond te krijgen. SAP. Uitzending in de zendtijd voor reclamepartijen. Beste kijkers, de Gouden Loekie-verkiezing staat weer voor de deur. En dat is een mooi moment om eens even stil te staan bij het maatschappelijk belang van de betere reclame. Over wat een goede of een slechte reclame is, hebben wij natuurlijk allemaal een eigen mening. Maar u zult het met me eens zijn dat wij toch allemaal het liefste kijken naar goede reclame. En daarom is het van belang dat u uw stem uitbrengt tijdens deze Gouden Loekie-verkiezing. Want uw stem telt, en hij telt zwaar. Het is uw stem die gaat bepalen wat de meest mooie, ontroerende, pakkende, kortom, de allerbeste reclame van het afgelopen jaar is geweest. Gebruik uw verstand van reclame en draag zo uw eigen steentje bij aan een betere maatschappij. En u hoeft er de deur niet eens vooruit, behalve als u wint natuurlijk. Stem via onze website www.ster.nl. Dank u voor de aandacht. Dit was een uitzending in de zendtijd voor reclamepartijen. Luna toe. Eindelijk is hij er. Insieme a te. Het prachtige album van Alessandro Safina. Met natuurlijk de superhit Luna. Insieme a te van Alessandro Safina. Nu overal te koop. Ah, komt de familie van Steek. Die gaan eens even kijken naar een nieuwe huis. Nou, de bel doet het. Wij wonen hier. Oh, licht doet het al. Ja, lampje werkt ook. De radio. Check. Dit is de keuken. Oh, hier komt het gasfornuis. Ja, dat werkt ook. Essent is klaar. Stroom, kabel. Man, heb je het gas uitgedaan? En gas. Hans. Wat denk je? 1750. Vreemd. De voertonden. Dat hebben ze allemaal vanaf die tijd. Hoe zou dat toch komen? Geen idee.